Oh, ik zie hem. Is dit jouw eerste politieke actie? Ja, ja. Ik proef de laatste tijd veel racisme. En vandaar dus deze demonstratie, antiracisme. Ik heb vorige week had ik politie gebeld om een afspraak te maken om aangifte te doen. Deze afspraak vond afgelopen maandag plaats. Daar ben ik heel goed geholpen. Waar ik van schrok was dat ik hoorde dat ik de eerste was in Bokstel die aangifte heeft gedaan. Toen ben ik na de aangifte stapte ik in mijn auto en toen dacht ik, maar dit kan niet. Iedereen mag zijn mening geven, ongeacht wat je mening ook is. Ik vind dat men daar gewoon respect voor moet hebben. Maar wanneer het neigt naar het racistische, dan vind ik dat men daarmee moet stoppen. Ik voelde mezelf opgeroepen om iets te gaan doen. Zeg nee tegen racisme! Lieve mensen, lieve vrienden en iedereen die tegen racisme is. Ik ben zo blij om te zien dat jullie inderdaad hetzelfde delen en hetzelfde voelen. Boxtel is de plek waar ik altijd in denk. Hardop maak mijn gaten. Op de markt zie ik mooi, op zie ik heen. Boxtel is de plek waar ik altijd in denk. Hardop maak mijn gaten. Op de markt zie ik mooi, op zie ik heen. Uit elk iets negatiefs probeer ik altijd het positieve te halen. En dat zie ik nou dus ook met wat Geert Wilders heeft gezegd. Het brengt mensen bij elkaar. Boxster is de plek. Boxster is de plek. Hou jullie Nederland! Hardop maakt me gek. Hardop maakt me gek. Ik vind het geweldig dat jullie hier vandaag allemaal zijn en ik wil vooral degene bedanken die als eerste voelde dat dit gewoon niet kan en die dan denken, en ik heb het in de krant gelezen en ik heb je van de week ontmoet, hier moeten wij iets aan doen. Wij moeten als bokselaren rondgaan, de mensen tonen dat wij hier voor iedereen zijn. Dat doe je natuurlijk niet alleen, dat doe je in samenwerking met anderen en je ziet, dan volgen er meer. Als we dat principe blijven gebruiken hier in Boksel, dan denk ik dat we ontzettend sterk zijn. Een applaus voor jullie. Ja. Het doet me zo goed om te zien dat ik niet de enige ben die inderdaad geen racisme wil. En helemaal niet in Boksel. Ben, is dat ik als persoon die hier in Boksel woon, dit ook nooit eerder heb gevoeld. Ik ben altijd behandeld en ik denk dat heel veel mensen het samen met me eens zijn als persoon. En niet als Marokkaan en niet als allochtoon of wat dan ook. Is nu tijd om onze stemmen te laten horen en ons zeggen dat wij dat niet teleurstellen.
samen sterken, weer staan om het betere toekomst voor ons kinderen. Dank je voor ook Annika die het gewoon organiseert. Heel dank voor. En dank voor alle die hier zijn en aanwezig is. Dank je wel. Racisme is haat. Haat die je helemaal doordringt. Dat je lichaam van alle kanten raakt. Racisme is slecht. Slecht voor degenen die ermee zitten. En vooral de rest die er niks van zegt. Racisme is tegen het beleid van Nederland. De multicultureel beleid en ook het sociaal beleid van Nederland. We moeten een voorbeeldfunctie zijn. Grijp naar de kansen. Probeer productief te zijn in deze maatschappij. Want Nederland heeft ons heel veel gegeven. En we moeten ook wat teruggeven. Ik zeg ook aan iedereen. Praat met jouw gedrag. Want mond soms is niet genoeg. Laat jouw gedrag over jou praten. Kijk naar de respect die wij allemaal ook krijgen. Dus het is gezond voor ons ontwikkelingsproces dat wij allemaal verschillend zijn. Want het verschil en verschillende zijn maakt jou sterk. Dank u wel allemaal. Bokstel geeft vandaag een heel duidelijk signaal af. We zijn in feite één gemeenschap en een kleurrijke en een gevarieerde gemeenschap. Zo hoort het, zo mag het en zo moet het blijven. En een gemeenschap waar iedereen welkom is en welkom blijft. Dank u. Het doet me pijn om te zien dat bepaalde kinderen bang zijn dat ze hun land moeten verlaten. Namelijk Nederland. En dat ze naar een land moeten gaan die ze alleen maar kennen van vakanties. Racisme heeft vele gezichten. Er is sprake van racisme als een mens op grond van huidskleur, geaardheid, nationale, etnische afkomst en ras. Hoewel er maar één ras is, namelijk de mens. Ik roep iedereen op om goed na te denken en niet zomaar dingen klakkeloos over te nemen die men hoort. Laten we bij onszelf beginnen door respect te tonen aan elkaar en dat dit ook vast te blijven houden. Wij zijn gelijk. Verbeter de wereld begint bij jezelf. Dank jullie wel allemaal. Ik wil sowieso de burgemeester bedanken. Alle mensen die hebben gesproken, de politie die ons ook heel goed heeft begeleid en als laatst jullie natuurlijk. Dank jullie wel allemaal. Ik heb dit gedaan zodat mijn medebewoners uit Bokstel stilstaan en weten wat racisme inhoudt. En hen ook oproepen om bij zichzelf te beginnen. Het respect voor elkaar te hebben en te houden. Dat is wat ik wil bereiken.